Goedemorgen, middag of avond, afhankelijk van wanneer je kijkt. De vorige les hebben we gezien hoe China zich in de Eerste Wereldoorlog standhield tegen Japan, die onder hun excuus van we tegen de Duitsers op dat grondgebied steeds meer China binnenkwam. China hoopte daarin ook op de hulp van Europa, met name Engeland, en bleek tijdens het Verdrag van Versailles behoorlijk, in hun opinie, genaaid te worden door de Europeanen. We gaan nu dus ook zien dat die relatie tussen de westerse landen en China eigenlijk definitief verbroken is, terwijl Japan een bedreigende factor blijft voor de Chinezen. En deze les gaan we het eigenlijk hebben over wat gebeurt er nou met China na de Eerste Wereldoorlog tijdens het Interbellum, de periode zoals de situatie heet tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En hoe gaat het dan verder in de Tweede Wereldoorlog? En natuurlijk, hoe wordt dan de Communistische Partij groot in dat land? Want dat is wat er namelijk gaat gebeuren. In 1921 komt de Communistische Partij van China op. En die zijn natuurlijk geïnspireerd door wat er in Rusland is gebeurd. Rusland heeft een situatie die uh, inspirerend is voor de Chinezen. Ze hebben zich teruggetrokken uit het hele Europese conflict. Ze zijn begonnen met een eigen revolutie geleid door Lenin. Ze hebben zich uit de Eerste Wereldoorlog getrokken. Hebben de deuren eigenlijk redelijk gesloten naar de rest van Europa. Ze hebben gezegd, van, ja, zoeken jullie maar met je oorlog. Wij trekken ons daaruit terug. Bovendien heeft de China dat uh, westerse filosofische denken steeds meer... Uh, appeal voor ze trekt ze steeds meer aan. Mensen gaan zich steeds meer bezighouden, met name de studenten. En een ander element waarom dat communisme zo interessant is voor de Chinezen, is dat het communisme het imperialisme afwijst. Het imperialisme onder het communisme van Marx wordt gezien als iets wat door de kapitalisten wordt gebruikt om anderen uit te buiten. En dat hele idee van het communisme, natuurlijk waar iedereen gelijk is, staat daar natuurlijk haaks op. Dus als land waarin je vooral last hebt van die Europese bezetters, waarvan je vindt dat ze je uitbuiten, en wat in het geval van het Westen en China ook wel degelijk het geval is, is het natuurlijk een ontzettend aantrekkelijk vooruitzicht. Moskou, die ziet het natuurlijk ook wel zitten om bondgenoten te krijgen. Om steeds meer landen communistisch te krijgen. Dat is ook iets wat Karl Marx graag zou willen. Hij die wil communisme in de wereld. Marx is natuurlijk al lang dood. Lenin, die ziet zo'n wereldcommunisme ook wel zitten. Hoe meer landen communistisch zijn, hoe meer bondgenoten je hebt bovendien. Het communisme is absoluut geen populaire, uh, groep mensen op dit moment. Het is een bedreiging voor heel veel van de bestaande macht zelfs. Dus wordt er in 1919 in Moskou een zogeheten commentairn opgericht. En het doel van het commentairn is overal op de wereld te kijken. Hoe kunnen we hier een revolutie ontketenen om dit land op dit gebied communistisch te maken? Om een start te maken naar een wereldrevolutie? Om dat marxistische ideaal, die marxistische utopie, te creëren van een communistische wereld. En hier zien we Lenin bijvoorbeeld samen met zijn commentaar bespreken. En een belangrijke man die erbij zit is de man die hier naast Lenin zit met de baard. Namelijk. Van Sneevliet onder de schuilnaam H. Maring. Hij is een Nederlander die heel dicht bij Lenin staat en graag zich wil inzetten voor die communistische wereldrevolutie. En hij wordt een van de oprichters van de communistische partij. En vanuit Moskou komt hij naartoe. En in China kun je hem nog steeds vinden op een bankbiljet. Eigenlijk de enige Westerling die daar te vinden is. Hier zien we ook aan de tafel zitten in dit Chinese museum, waarin dit wordt herdacht. Hij is de persoon die daarbij is, de enige Westerse man. Samen zit hij aan tafel met Mao Zedong, die later natuurlijk de Communistische Partij gaat die op dat moment nog niet de grote speler is die gaat worden, maar wel iemand waar hij heel dichtbij staat. Dus onze Maring staat heel dicht uh, bij die oprichting. Die Henk Sneeuvel, die onder Omroep Brabant, een serie die ze hebben gemaakt over Brabantse helden. Hij is geboren in Rotterdam, maar gestorven in Brabant. En daar kunnen we het een en ander aan informatie over hem vinden. Ik zal de link in de comments zetten, zodat je die kan bekijken. maar nou, die CCP, als je wordt opgericht, is natuurlijk maar een hele kleine partij. Het is maar een klein groepje mensen dat die communistische revolutie wil gaan uitvoeren. Heel veel mensen weten misschien niet wat communisme is. En heel groot mensen die natuurlijk ook niet zitten. Dus ze hebben bondgenoten nodig. En ze proberen die bondgenoten te vinden in de KMT-partij van de vorige les. De partij van Sun Yat-sen. Samen hebben ze natuurlijk in dat opzicht niet zoveel gemeen. De KMT is er niet op uit om een communistisch China te maken, maar waar de KNT wel op uit is om de eenheid in China te herstellen. En in dat opzicht kunnen ze elkaar wellicht wel vinden. Hier Mao samen met Sun die hier toosten. Want hoe was de situatie China dan ook alweer? China was verdeeld onder allerlei verschillende warlords, generaals die met hun eigen legers een klein gebied in handen houden. China is compleet uit elkaar gevallen. De KNT heeft ook zo'n gebied, maar het hele grote idee van China als één staat is volledig weg. Nou, waarom is voor de KMT dan dat CCP zo'n interessante bondgenoot? De CCP heeft natuurlijk wel contacten met Moskou. Ze staan direct in elkaar contact vanwege die commentaren. die graag de wereldrevolutie creëren. En Moskou, die kan helpen met het verstevigen van die legers van de KMT. En ook de leiders van de KMT reizen naar Rusland af om te kijken hoe de rode legers worden georganiseerd. Dus die kunnen daar van elkaar leren, ondanks dat de KMT nooit het communistische gedachtegoed gaat delen. Maar ja, de communisten op hun beurt, de CCP, hebben ook... Hun bondgenoten. Dus ondanks dat ze bepaalde elementen misschien wel hun kern niet delen, hebben ze wel een gemeenschappelijke vijand. En die gemeenschappelijke vijand zal meerdere keren belangrijk blijken voor deze samenwerkingsverbanden. De vijand van de vriend, de vijand van mijn vijand, is mijn vriend, is een idee dat hierop gaat. Deze eerste samenwerking noemen ze het Eerste Verenigd Front, wat natuurlijk impliceert dat er ook een tweede Verenigd Front gaat komen. Uh, en deze duurt drie jaar. Omdat, tijdens deze onderhandelingen Overlijdt Sun Yat-sen en degene die overgenomen wordt Chiang Kai-shek. Hij wordt de nieuwe leider van de KMT. Je ziet ook, hij is duidelijk wat militaristischer gekleed dan dat Sun dat was. Ook veel meer een legerleider en misschien ook wel de man die nodig is in deze tijd. Maar nou, zo is de situatie eigenlijk op het moment dat de. De verdeling is van China. Je ziet dat blauwe gedeelte is wat de KMT onder zijn gebied heeft. Dat is natuurlijk absoluut geen slechte zone. Maar de rest is volledig opgedeeld in allerlei warlords die hun eigen gebied soms groot, soms klein hanteren. En het doel van die KMT samen met de hulp van de CCP is om China weer één te krijgen. Samen trekken de CCP en de KMT ten strijde tegen de verschillende warlords. ze dus beginnen eigenlijk met het veroveren van Shanghai. En al snel krijgen ze de zuidelijke helft van China in handen met Chang kan Chiang Kai-shek als de legerleider. Dus dit gaat eigenlijk best wel goed. Maar naarmate deze strijd natuurlijk beter gaat... wordt het voor Chiang ook steeds duidelijker... dat die communisten potentieel toch wel gevaarlijk zijn. Want de vraag komt natuurlijk ook op... Van, ja, als dit nou succesvol is... Als ze het voor elkaar krijgen, de macht te grijpen. Wat gebeurt er dan met de communisten? En aangezien veel van de militaire hulp ook komt van die communisten. zijn zij toch wel een potentiële bedreiging. indien de vrede stelt. Want nu ben je samen. je deelt dezelfde missie. Je moet China één krijgen. Maar zodra dat succesvol is. dan is dat hele gezamenlijke belang natuurlijk verdwenen. En Zhang, en zodra hij ziet dat hij het voor elkaar kan krijgen zonder communisten. begint hij deze ook te verjagen. Hij verraadt hen. Dat zo is het. Ze hadden natuurlijk een bepaalde overeenkomst met elkaar. En hij gaat hen hardhandig vervolgen. Hij probeert eigenlijk. Compleet van de kaarten vegen zodat hij daar geen last meer van heeft. En het is behoorlijk extreem. 20.000 van overleefd en die kunnen vluchten naar het noorden, waaronder Mao Zedong. En als die communisten zijn verjaagd, dan is de, wordt Beijing veroverd en kan de KMT de eenheid in China herstellen. En tien jaar lang. Besturen zij dan ook het land, deze partij? En dat wordt dan de decade, de 10 jaar van Nanjing genoemd. Want Nanjing wordt de nieuwe hoofdstad van China. En wat ze gaan doen tijdens deze 10 jaar is China ontzettend moderniseren naar Amerikaans voorbeeld. Je moet je natuurlijk voorstellen, Amerika heeft in de jaren 20 de Roaring Twenties gehad. Een ongelooflijke economische groei die in 1929 natuurlijk volledig instort. Maar dat is niet te min. Je kan het model wel behoorlijk kopiëren. En je ziet dat ook aan de cijfers kwaliteit van de, uh, het schema laat behoorlijk de wens over, maar je ziet dat in die periode tussen 1927 of eind jaren 20, dat is ook 1929, er ongelooflijke groei is in heel veel verschillende terreinen. De snelwegen die schieten uit de grond, er komen om de kloof veel meer auto's, fabrieken komen er ontzettend veel bij. Uh, we gaan van amper luchtvaart naar behoorlijk wat meer luchtvaart. Dus China is ongelooflijk veel bezig met het moderniseren. En studenten in 1912 kan natuurlijk al wat verder terug, maar je ziet. Er zijn veel meer studenten in 1932, 20 jaar later. Dus er wordt een cent geïnvesteerd in China en China gaat echt vooruit. China moet ook een moderne staat worden om bij te beten bij de rest van de wereld. Voor de westerlanden betekent het dat ze hun invloedgebied in China op gaan geven en zich veel meer gaan richten. Op de industrialisatie langs de kust, waar ze dan kunnen onderhandelen, zoals bijvoorbeeld Shanghai, dat opgroeit als een behoorlijk industrieel Westercentrum. Maar de CCP die is natuurlijk wel verjaagd, maar die is niet definitief vernietigd. Die zijn er nog steeds. En de steden zijn natuurlijk niet meer veilig. Het is ook veel makkelijker om controle uit te voeren voor de steden, veel mensen bij elkaar, veel makkelijker om daar je spionnen neer te zetten, in de gaten te houden waar ze zijn. En de communisten zien geen andere keuze dan te vluchten naar het platteland. Het platteland. Daar zijn de mensen veel minder onder de indruk van die decade van Nanjing. Al die industrialisatie, al die vooruitgang is vooral gecentreerd rondom de steden, terwijl het platteland relatief arm blijft. Want wat natuurlijk voor de communisten betekent dat dit een potentiële interessante groep is. Langzaam groeit dan ook het besef van de dat het misschien niet de fabrieksarbeiders zijn die je moet vinden voor je communisme, maar dat die groep veel meer ligt bij de arbeiders. En dat duurt wel even, want aanvankelijk wordt het behoorlijk vastgehouden aan de oorspronkelijke ideeën van Karl Marx. Karl Marx heeft niet per se een heel erg duidelijke handleiding geschreven hoe het communisme werkt, maar die heeft veel meer een soort van... Uh, profetie, een soort van voorspelling gedaan over hoe het moet gebeuren. En volgens Karl Marx moet je eerst een kapitalistische macht hebben en die kapitalisme dat groeit, dat groeit, dat groeit er komen steeds meer arbeiders, er komen steeds meer van die bourgeoisie. Uiteindelijk is het kapitalisme gedoemd om te falen en vanuit dat uit elkaar gevallen kapitalisme komt dan die arbeider op. De boeren spelen daarin eigenlijk rond. Want als je je gaat richten op de boeren, dan zit je eigenlijk nog een fase voor wat je volgens Karl Marx nodig hebt om de communisme te creëren. De agrarische samenleving gaat vooraf aan de industriële samenleving en de industriële samenleving gaat vooraf aan de communistische samenleving. Maar je ziet, omdat Karl Marx niet per se een heel erg duidelijke handleiding heeft geschreven, dat dat lang niet altijd opgaat. Um, hij, en daarmee bedoel ik Mao, die houdt natuurlijk heel erg vast aan dat traditionele uh, Marxistische gedachtgoed. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het land als Rusland, heeft daar ook helemaal niks mee te maken gehad wanneer Lenin macht overneemt in Rusland is in Rusland absoluut nog geen sprake van een volledig geïndustrialiseerde samenleving. Rusland is een vooral agrarische samenleving en daar start Lenin in de revolutie. Dus het is niet raar dat ook Mao hierin de potentie zit. min, omdat het even duurt voordat dit besef helemaal is ingedaald, wordt nog steeds wel geprobeerd om die steden zo ver te krijgen om over te gaan op een revolutie en die arbeiders te krijgen. En dit is eigenlijk nooit echt succesvol. Daarentegen de boeren, dat wordt een steeds belangrijkere groep. Mao is de communisten in een enclave in de omgeving van Yangtze en daar gaan eigenlijk steeds communisten zich bij elkaar voegen om die revolutie op een andere manier te ontketen. Want kennelijk is het niet succesvol om mensen zover te krijgen in de steden. En op 11 december wordt dan daar ook de Chinese Sovjetrepubliek ofwel de Yangtze Sovjet uitgeroepen door Mao. De Sovjet-Unie, zoals Rusland natuurlijk heet, onder het communistische beleid, dat dat idee is van een kleine bestuurlijke gemeenschap, die valt onder dat vele grotere gemeenschap van al die verschillende Sovjets die samenwerken om een staat te creëren. En de Yangtze-Sovjet zou dan dus ook zo'n bestuurlijk gebiedje moeten worden. Hier zien we maar ook staan... Uh, in deze groep, hij, hij is later veel bekender, meer van zijn verre terug, toch? Hij is ook wat dikker. Hier is hij duidelijk wat jonger. Het uitroepen van deze enclave is natuurlijk voor Shankar Shek, de leider van de KMT, en nou de Generalissimo. Van China. Dat is voor hem natuurlijk het moment om wel in te grijpen. Het wordt nu wel een duidelijke daad van verzet. Mao is ook de strijd aan aan het gaan tegen de KMT. Dat doen ze vooral op de manier van guerrilla-oorlog. Dat is de beste manier. Ze zijn natuurlijk een klein leek. Ze hebben geen georganiseerde grote troepenmacht. Maar kleine aanslagen plegen om het te ondermijnen. Wordt de manier om oorlog te voeren. En Chiang Kai-shek, die wil dat tegengaan. En die gaat deze enclave weer in te sluiten. Gaat proberen ze vast te grijpen en in de val te lokken. Dat leidt dat de communisten geen andere keuze hebben dan dat ze moeten vluchten. Ze gaan naar het noorden toe. Naar andere communistische uitvalsbasis rondom de stad Yan. En deze tocht is 12.000 km. Je ziet hij gaat helemaal vanuit Jiangxi in het zuiden met een grote boog naar het noorden toe. En dat is geen makkelijke tocht, want al heel de tijd worden ze wel achtervolgd door de troep van Chiang Kai-shek. En 113.000 mensen gaan er, en slechts een kwart Overleeft daarvan. Dus ongelooflijk veel komen te vallen. Maar wat ze wel doen, terwijl ze daarmee bezig zijn, is al die plattelandsgebieden. Want dat is vooral waar langs ze reizen. Deze mensen proberen te overtuigen van hun communistische gedachtegoed. Met succes. En wat een ander iets is, wat ook. Opkomt uit deze lange mars is dat dit het moment waarop Mao definitief de leider wordt van de CCP. Dit is zijn moment om die macht te grijpen en die macht ook vast te houden tot zijn dood. Dit is het moment waarop hij zijn leiderspositie pakt. Er wordt ook later vertegenwoordigd in allerlei schilderijen deze lange mars een ontzettend belangrijk moment, het moment waarop het communisme misschien wel het meest gevestigd wordt omdat ze nu die definitieve leider hebben en hun grote groep mensen achter zich kunnen scharen. Je ziet natuurlijk in communistische propaganda dat het er beduidend minder miserabel uitziet dan op de foto's. Deze mensen kijken een stuk moeilijker dan deze. Deze staan met rechter rug en gaan trots die strijd tegemoet. Natuurlijk ook om dit later, als die communistische staat is gevestigd, als een heroïsche daad te herinneren. Wat ook ondertussen natuurlijk bezig is, terwijl die lange mars bezig is en Chiang Kai-shek bezig is met vechten de communisten, is dat Japan nog steeds niet uit de picture Want in 1931 bezet Japan Mansuri. Alweer in het noorden van China. En ze proberen het vanuit daar hun, hun macht steeds verder te laten groeien. Ze proberen China en Mongolië in hun bezit te krijgen. Japan is die imperialistische wereldmacht die ze zijn aan de eerste helft van de, de 20e eeuw. En dat betekent natuurlijk dat. Chiang Kai-shek twee vijanden heeft. Hij is enerzijds aan het vechten tegen de communisten... en anderzijds aan het vechten tegen de Japanners. Maar wat is nou het geval? Die communisten die hebben natuurlijk ook een hekel aan de Japanners. Zij zien de Japanners ook als een imperialistische macht. Wat natuurlijk haak staat op wat je wil als communisten. En ze zijn natuurlijk ook gewoon een buitenlandse macht die binnenvallen. En de communisten ja, in die Japan die verklaren meteen aan de Japanners... de oorlogsadres binnenvallen. En het leidt natuurlijk ook dat steeds meer jongeren... Patriotten die op willen komen van Vaderland, ook dat het communisme zien als een potentieel aantrekkelijke groep. Want zij verzetten zich tegen die Westerse macht... En dat leidt tot het communisme natuurlijk nog steeds groeit. En dus moet Jean-Casek een keuze maken. Ga ik alle twee deze groepen bevechten? Onprettig, onhandig, maakt je leger zwak en de Japanners zijn wel degelijk een zeer gevaarlijke vijand. En het is heel moeilijk om grip te krijgen op de Chinese troepen omdat ze een oorlog voeren. Dus zij, zij vallen aan en ze zijn we weg. Het is geen groot leger wat je per se kan pakken, maar het zijn meer kleine gerichte aanslagen. Lastig. Of ga ik mezelf richten op Japan? En dat is wat hij doet: hij gaat samenwerken met de CCP om Japan te te verslaan. En dat is natuurlijk ook logisch, want ook de CCP ziet in Japan een potentiële dreiging. En in 1936 wordt de Tweede Verenigd Front opnieuw tussen de CCP en de KMT gecreëerd, met als doel Japan uit China te krijgen. Die samenwerking tussen de KMT en de CCP leidt tot dat het Japan wel vindt dat ze de vaart moeten versnellen. Want hoe beter georganiseerd ze zijn, des te moeilijker ze ze natuurlijk te verslaan zijn. Japan kan natuurlijk wel profiteren van de verdeeldheid van die twee en hebben ze ook gedaan. Maar nu voeren ze de vaart op. En ze vallen. China definitief binnen. In 1937 veroveren ze Beijing. En kort daarna pakken ze de hele oostkust van China. En ze gaan er als beesten tekeer tegen de Chinese bevolking. Uit uh, verslagen uit die tijd is bijvoorbeeld te lezen. Het Rode Kruis ziekenhuis was het toneel van een van de bloedigste slachtingen. Bandages werden van schreeuwende mannen afgetrokken. Die vervolgens met zwaarden en bayonetten werden vermoord. Gebroken armen en benen werden meermalen opnieuw gebroken met stokken. En tussen het hakken en meppen door werden zusters meermalen verkracht. Eind december waren meer dan 20.000 burgers in dienstplichtige leeftijd afgeslacht. Minstens 20.000 jonge vrouwen en meisjes verkracht, vermoord en daarna op gruwelijke wijze verminkt. En meer dan 200.000, misschien wel 300.000, waren doelloos omgebracht. En Japan is echt. Uh, ze gaan als maniak tekeer daar. En dan valt deze afbeelding hier van deze man die onthoofd gaat worden ten opzichte van alle verschrikkingen die ze hebben gedaan. Uh, behoorlijk mee ten opzichte van wat andere mensen is aangedaan daar in China. En dit is het uh, gebied dat Japan uiteindelijk weet te bezetten. Dus ze pakken vanuit het noorden, maar Shuri gaan ze naar het zuiden toe. En dan pakken ze steeds in van deze gebieden met verschillende uitvalsbasissen langs de kust. Natuurlijk aantrekkelijk voor Japan. Omdat Japan een eiland is en dus vooral ook een sterke marine heeft terwijl Japan dat doet, krijgen ze die KMT-regering en die CCP-leiders, krijgen ze niet te pakken. Zij vluchten naar het binnenland en ze zijn in dat opzicht, nou, veilig tussen aanhalingstekens van de Japanners. Het gaat voor Japan mis, zoals we weten, wanneer Japan in 1941 Pearl Harbor aanvalt en daarmee het aan de stok krijgt met de Verenigde Staten en per extensie de rest van Europa, die nou Japan, eh, uh, de wel delig als de bondgenoot van de Natie Duitsland, die ze zijn, en Amerika, die in de Stille Oceaan zich gaat verzetten tegen die uh, Japanse troepenmacht. Dit maakt China automatisch een bondgenoot van de Amerikanen. Samen werkten zij tegen deze bedreiging. Dit leidt ertoe dat die problemen die ze hadden na het einde van de Eerste Wereldoorlog, die worden heel net opgeschort. En de soevereiniteit van het land wordt nu eindelijk erkend. Dus het heeft tot en met. Uh, dit moment geduurt dat het hele probleem van Versailles aan het einde van de Eerste Wereldoorlog eigenlijk een beetje wordt teruggekeerd. Hier zie je Chiang Kai-shek samen met Mao. Ze zijn ondertussen echt wel een stukje ouder geworden. Maar zij staan nog steeds schouder aan schouder in de strijd tegen deze Japanners. En dat is natuurlijk succesvol als uh, de Verenigde Staten uiteindelijk definitief China weten te verslaan. En als gevolg daarvan dus inderdaad China als soevereine staat erkend wordt. Natuurlijk. Nu is het probleem, wat ze al lang zagen aankomen, wat ook het probleem was in de jaren 20, KMT, CCP willen, willen hele andere dingen. Natuurlijk heeft de KMT de CCP al eerder verraden en na de Japanse overgave gaan ze natuurlijk weer met elkaar de strijd aan. Alleen dit keer is het de CCP die wint. Zij krijgen de belangrijke industriegebieden in Mansurie in handen en zij krijgen het voor elkaar om Beijing te veroveren onder leiding van Mao en de burgeroorlog weten te beëindigen. Mao triomfeert hier. En de nationale listige regering die vlucht naar het eiland Taiwan. Waar ze hun eigen uitvalsbasis krijgen. Krijgen ze ook uh, ja, een, een plekje in de VN-veiligheidsraad. Wat tot heel veel discussie leidt. Maar het is hier voorbij. En op 1 oktober 1949 op Mao Zedong. Met de woorden vandaag is het Chinese volk opgestaan. Officieel de volksrepubliek China uit. En vanaf nu, vanaf 1949 gaat China de toekomst in als een communistische republiek. Hoe dat verder gaat, zien we in de volgende les. Tot dan.